Goedendag, lieve mensen. Welkom bij de Belegger. Gaaf dat je weer bent ingeschakeld. Wij gaan het vandaag hebben over Alphen. Een bedrijf waar ik gigantisch veel vragen over heb gekregen de afgelopen tijd. Omdat ik het A, bezit in mijn portefeuille. En B, omdat het gewoon gigantisch gedaald is. Als je een beetje naar die chart hier rechts beneden kijkt, dan zul je zien dat het vanaf de hoogtepunt zo'n 70% gezakt is. Inmiddels zelfs nog iets meer gezakt dan die 69%. Dus hoog tijd om even te bespreken wat hier allemaal wel niet aan de hand is. En dat gaan we doen door drie redenen te onderzoeken die ervoor hebben gezorgd dat Alphen best wel hard gedaald zijn. Die drie redenen zie je hier als goed is voor je. Slechtere financiële presentaties, omzetgroei neemt flink af en sneller dan analisten hadden voorspeld. Alsmaar toenemende concurrentie, waardoor de druk op de marges hoger worden en ook een stuk hogere kosten worden gerekend voor bepaalde zaken. En er is natuurlijk daardoor dus een prijsoorlog gaande in de industrie. En als laatste de hogere rente, dat maakt het lastig voor een bedrijf als Alphen om kapitaal op te halen. En daarmee hogere vrees voor verwatering van aandelen of misschien wel meer schulden die Alphen nodig zou hebben om aan kapitaal te komen. En als je dat neerzet tegenover de hogere rente, betekent dat dus ook weer hogere kosten. Dus heel veel druk op Alphen. We gaan kijken of we een goed onderbouwd verhaal kunnen vinden. Of dit voor de toekomst misschien een goede belegging zou kunnen zijn. Of is dit het? Is dit het voor Alphen? Is het nu game over? Dus ik hoop dat met deze analyse het een stuk duidelijker wordt. Als er nog vragen zijn, laat het in de comments weten of stuur even een mailtje naar support@debelegger.nl. Dan zullen we het ook behandelen in een van de columns die je op debelegger.nl kunt vinden. Dus laten we dan meteen beginnen met de allereerste. Slechtere financiële prestaties. Omzetgroei neemt flink af en veel sneller dan analisten hadden voorspeld. Ik heb hier voor me twee verschillende dingen die je kunt bekijken. Dat is één verwachting van analisten. In dit geval specifiek analisten van KBC. En twee, de daadwerkelijke cijfers die Alphen heeft gerapporteerd. Dus als we die twee tegen elkaar neerzetten, dan zal het heel snel duidelijk worden dat het toch een stuk minder is dan wat analisten hadden verwacht. En ook een stuk minder is dan wat Alphen zelf had verwacht. En we gaan zo meteen ook een concurrentieanalyse maken en al dat soort zaken. Maar laten we toch even eerst beginnen met analisten. De reden dat ik KBC heb genomen is omdat de mannen van KBC een relatief sterke analyse hebben gemaakt, als je het mij vraagt. Ik had ook bijvoorbeeld die van Jefferies mee kunnen nemen, maar die van Jefferies vind ik niet heel sterk. Sterker nog, ik vind dat het misschien geschreven is door iemand die toch wat minder ervaring heeft in deze sector. Laat ik het zo zeggen, ik heb ook wel eens voor de gezegd, een beetje oneerbiedig, dat de stagiair het misschien zelfs bij Jefferies zou kunnen hebben geschreven. Want Jefferies gaat er namelijk vanuit dat de komende 5 à 10 jaar de vraag naar laadpalen af zal nemen. En dat lijkt me ontzettend sterk. Ik denk niet dat dat zou kunnen gaan gebeuren. Terwijl KBC en de meeste andere analisten toch een betere, of nou ja, een betere, een realistischere verwachting hebben van hoe de laadpalenmarkt zich gaat ontvouwen de komende tijd. Namelijk dat er meer laadpalen nodig zijn om de elektrificatie van wagens te kunnen bewerkstelligen. En als je kijkt naar simpelweg elke analyse door elk bedrijf, dan zul je zien dat er over de komende 10 jaar, dat we een tekort gaan hebben de komende 10 jaar aan laadpalen. Dus die van Jefferies laten we links liggen. We gaan ons focussen op KBC. Nou, heel simpel gezegd, als we gewoon simpelweg kijken naar de omzet, dan zal het je misschien zijn al opgevallen dat de omzetprognose van Alphen en die van analisten flink tegenvallen tegenover de prestaties die Alphen daadwerkelijk neerzet. Want Alphen zegt, dit staat in de kwartaalcijfers op de website. Based on our first half year performance and current revenue visibility, Alphen updates its 2023 full year revenue outlook from 540 million to 600 million to 490 million to 520 million. Dus
Ze verlagen hun outlook voor hun omzet. Ze verlagen de prognose naar 490 miljoen op zijn laagst van een 540 miljoen wat verwacht werd. Dat is dus een goede 10% lager zou je kunnen zeggen dan wat ze eerder hadden gerekend. Dus 10% minder omzet dan wat Alphen initieel dacht. Sterker nog, als je kijkt naar wat KBC had gerapporteerd, die hadden verwacht voor 2023 533 miljoen. Dus ze hadden een stuk minder verwacht dan Alphen, ongeveer 7 miljoen. Maar het is zelfs dus onder de verwachting die analisten van KBC hadden. 490 miljoen is waar ze nu op mikken. En zelfs op de allerhoogste stand, 25 miljoen, wat ze dus forecasten, zou het lager zijn dan wat analisten hadden gerekend bij KBC. 520 miljoen namelijk. En dat is een van de redenen waarom het dus nu daalt. Omzet wordt een stuk lager en dat heeft allerlei redenen. Dat gaan we zo meteen allemaal bespreken, maar even kort en gechargeerd gezegd, er is natuurlijk een prijzenoorlog aan de gang. We zien dat de hoge rentes ervoor zorgen dat er tijdelijk minder vraag zal zijn naar elektrische wagens, want heel veel mensen kopen elektrische auto's, vooral met geleend geld. Dat zien we ook overigens terug in de cijfers van de meeste EV-bedrijven. Daardoor denkt men dat er een stuk minder laadpalen zullen worden gekocht en gaan ze maar door. We kunnen daar heel lang over door discussiëren, gaan we zo meteen ook doen. Maar heel simpel gezegd, de omzet valt tegen. En dat is iets wat we over de hele linie zien. Hè. Alle bedrijven in welk sector dan ook, die ook maar iets met groene energie te maken hebben, hebben op dit moment een lagere omzetprognose dan wat ze eerder hadden. Bijvoorbeeld als we kijken naar Enphase recentelijk. Misschien heb je het al gezien op de belegger.nl of gelezen via de belegger app. Maar Enphase heeft bijvoorbeeld zijn omzet met de helft verlaagd. Nu is dat niet per se, heeft dat niet direct met Alphen te maken, want ze hebben een hele andere producten en diensten. Dan gaan ze meteen de concurrentievergelijking maken met bedrijven die wel specifiek met Alphen te maken hebben. Maar dat is wel wat je ziet over de hele linie bij alle bedrijven. Alle kapitaalintensieve bedrijven die iets te maken hebben met groene energie, die zien hun omzetprognoses simpelweg dalen. En als we dan even verder duiken op waar die verwachtingen precies misgingen, dan zal het een stuk beter beeld geven dan als we gewoon simpelweg het hebben naar de omzet. Kijk, omzet. De omzet van Alphen is natuurlijk gigantisch gegroeid de afgelopen jaren. Als we kijken naar 2018, zie je een omzetgroei van 37%. Als we kijken naar 2019, zie je een omzetgroei van 41%. 2020, 32%. 2021, 32%. 2022, 76%. Voor 2023 werd verwacht dat dat 21% zou zijn. Maar realistisch gezien gaat dat waarschijnlijk rond de 10 of 11% of iets dergelijks zijn. Voor volgend jaar, en dat is waar het interessant wordt wat volgend jaar gaat gebeuren. Voor volgend jaar werd er wel een daling verwacht, namelijk 7% omzetgroei. En dat zien we ook over de hele linie terug bij elk ander bedrijf. Er werd verwacht door de meeste analisten dat volgend jaar zou pas de klap komen die we nu eigenlijk zien. En de vraag is nu, is die klap vooruitgeschoven? En zien we het nu al? En gaat het volgend jaar beter zijn of gaat er een tweede grote klap erbovenaan komen? Dat is de onzekerheid waar we nu mee te dealen hebben met bedrijven zoals Alphen. En die onzekerheid zorgt ervoor dat de koers van Alphen flink lager staat. Dat dit jaar en volgend jaar, dat volgend jaar slechter zou zijn dan dit jaar was een gegeven. Daar had iedereen op gerekend. Maar dat dit jaar zo slecht uitvalt. En het feit dat de verwachting is dat volgend jaar slechter zal zijn, dat is iets wat op dit moment vele hoofden breekt. En dat is waarom Alphen op dit moment zo gigantisch onder water staat. Dus als we dat willen gaan ontleden, als we een beetje zekerheid willen vinden in die onzekerheid, moeten we even kijken naar wat precies die verwachtingen waren. Dit zijn de verwachtingen die de analisten van KBC hadden voor Alphen. Als we kijken naar bijvoorbeeld de smart grids, dan was de verwachting dat Alphen in het eerste helft van 2023, dat zijn dus de cijfers die we tot nu toe hebben, ongeveer 80 miljoen aan smart grids omzet zou binnenhalen. Dat is uiteindelijk 85 miljoen gebleken. Dus voor smart grids doen het goed, 20% groeit, 5 miljoen boven de verwachting.
EV-charging, terwijl het opladen van een elektrische stekkerauto, hoe je het ook wil noemen, daar werd gerekend op 158 miljoen aan omzet. Nou, dat is flink tegengevallen. Dat is namelijk maar zo'n 80 miljoen even naar boven afgerond waar het op terecht is gekomen. Dus dat is een gigantische mis. Sterker nog, het is een mis van ongeveer 50%. En dat heeft ervoor gezorgd dat de omzetgroei van Alfen zo gestagneerd is. Of in ieder geval een stuk lager is dan wat de verwachting was. Omdat die EV charging equipment op dit moment het laat afweten. 50% minder groei. Als je dat afzet tegen andere bedrijven in dezelfde markt als Alfen, is dat heel erg slecht. Want de meeste EV charging bedrijven die zien nog steeds een omzetgroei. Als je kijkt naar bijvoorbeeld een Allego of een Evgo, Blink Charging, noem ze maar op, die zien nog steeds een omzetgroei. Terwijl bij Alfen het dus flink is afgenomen. Namelijk 36% afgenomen tegenover vorig jaar. En ongeveer 50% minder dan wat de verwachting was. En dat heeft alles te maken met de strategie die Alfen hanteert. Alfen hanteert een winstgevende strategie. Terwijl al die andere bedrijven vooral bereid zijn om hele grote verliezen te maken om omzet te kunnen genereren. Dus wat je veel ziet bij al die andere bedrijven, oké, ze hebben omzetgroei gerealiseerd tegenover volgend jaar, maar ze hebben wel gigantische verliezen daarvoor moeten maken. En dat gaan we zo meteen even verder bespreken. Maar hou dat even in je achterhoofd. Ook al is die omzet voor EV charging lager, is het wel winstgevende groei geweest altijd voor Alfen. En dat is de strategie van Alfen ook altijd geweest. Dus ik persoonlijk vind dat niet heel erg. In deze tijd waar natuurlijk minder vraag is naar die dingen, waar een prijzenoorlog is, waar de rente hoger is en ga zo maar door, vind ik het niet erg dat Alfen zegt, ja weet je, wij gaan niet gigantische bedragen er tegenover gooien om maar een beetje omzetgroei te kunnen realiseren. Want al die andere bedrijven, letterlijk elk bedrijf die je in die sector kan opnoemen, heeft gigantische verliezen. En vaak zie je dat de verliezen een stuk hoger zijn dan de omzet die ze genereren. Dat is niet iets wat je in deze sector zou willen zien. Er zijn andere sectoren waarvan ik zou zeggen dat kan prima. In deze sector zie ik dat persoonlijk zelf niet. Maar goed, het belangrijkste hier is de energy storage. Op energy storage werd gerekend op zo'n 25 miljoen aan omzet. Dat is tegenover vorig jaar, toen werd 9 miljoen omzet in de eerste helft van 2022 gegenereerd. Analisten hadden gerekend op een stuk hoger omzet. Nou, daar hebben ze het dus ontzettend goed gedaan. Want Alfen heeft 58 miljoen aan omzet gegenereerd in plaats van de verwachte 25,8 miljoen. Dat is dus twee keer zo hoog dan waar analisten op hadden gerekend. En sterker nog, het is een groei van 526% in die omzet. En dat heeft er toch voor gezorgd dat het wegvallen, grotendeels wegvallen van die EV-charging-industrie, dat gecompenseerd wordt door energy storage. En sterker nog, als je kijkt naar wat Alfen zegt, current backlog is over 170 miljoen euro's. Oftewel, with more than half expected to be executed in the remainder of 2023. Ze hebben een enorme order backlog, oftewel veel meer orders dan veel meer vraag dan waar ze nu aan kunnen voldoen. En meer dan de helft verwachten ze in de tweede helft van 2023 te kunnen realiseren. En als je een beetje gaat meerekenen, dan zul je zien dat richting, laten we zeggen, pakweg 80, 85 miljoen zal gaan liggen. En dat is ook twee keer zo hoog als waar analisten op hadden gerekend. Dus smart grids gaat fantastisch. Energy storage gaat gigantisch hard. Maar EV charging blijft achter. En dat heeft alles ermee te maken dat Alfen ervoor kiest om te zeggen, joh, weet je, prima dat wij daar minder omzet gaan boeken, maar we gaan niet gigantische bedragen er tegenover gooien door onze prijzen drastisch te gaan verlagen of dat we enorme marketing en saleskosten gaan maken om maar omzet binnen te halen. Nee, we doen dat gestaag en winstgevend zoals we dat altijd hebben gedaan. En dat zal op de lange termijn Alfen ook goed doen en dat is iets wat Alfen ook op de lange termijn goed heeft gedaan. We gaan zo meteen in op hoe en wat. Maar dat is even wat er op dit moment in al die verschillende business lines aan de hand is. En moet je voorstellen,
Over de loop van tijd heen zal die EV-charging-industrie ook weer zichzelf gaan herpakken. En dan heb je het over een bedrijf die op al die verschillende business lines het ontzettend goed zal gaan doen. En dat is ook een van de sterktes van Alfen, is dat ze een gigantisch netwerk hebben van klanten die ze kunnen cross-sellen in al die verschillende takken die ze hebben. En omdat ze die relaties al hebben, kun je groei, zoals 526% omzetgroei in energy storage zien, omdat ze de relaties al met hun klanten en dergelijke hebben. Het is een kwestie van het te produceren. Daar zijn ze ook druk mee bezig. Dus dat is even wat er op omzetgebied aan de hand is bij Alfen. Als we dan gaan kijken naar concurrentie, dan is dat op twee verschillende vlakken. Smart grids en energy storage en op EV charging. Dat zijn een beetje vergelijkbare concurrenten, zeg maar. EPS heb je het dan over, LaClanche, Tesla zelfs op energy storage, Schneider, Fluence en ga zo maar door. En ik heb een beetje naar de koersen gekeken en die koersen even voor je naast elkaar gelegd. Nee, je ziet het op twee verschillende vlakken. Dat is op EV charging en op smart grids en energy storage. Als je kijkt naar dit jaar, naar smart grids en energy storage, dan doet Alfen het niet fantastisch. 57% gezakt tegenover de koers destijds. Dit is wel op basis van €36 per aandeel, dus dat is nu een stuk minder. Maar Neon bijvoorbeeld is ook 30% gezakt. LaClanche min 2%. Fluence doet het wel fantastisch. Er staat 28% in de plus. Maar als je kijkt naar de EV-charging industrie, dan doet Alfen het niet zo slecht. Hè? Want als je kijkt naar Blink Charging, 70% gezakt. Als je kijkt naar ChargePoint, 53% gezakt. Als je EVGO bekijkt, 24% gezakt. Al die bedrijven hebben het dus lastig. Het is niet een Alfen-specifieke issue. Er is niet per se gigantisch slechts aan de hand bij Alfen-specifiek. Het is een industriewijde issue. En dat laat zien dat het niet per se een enorme ramp is dat dit nu aan de hand is bij Alfen. Als je kijkt naar Alltime, dan zul je zien dat die winstgevende groei, namelijk Alfen heeft een specifieke regel dat de CapEx maximaal 5% mag zijn op welk moment. Hebben ze nu eventjes doorbroken. En dat komt omdat ze bezig zijn met het bouwen van een nieuwe fabriek. Gaan we ook zo meteen bespreken. Maar dat heeft ze dus wel geholpen om Alltime 266% rendement op te leveren. Terwijl bijvoorbeeld alleen Neon een van de bedrijven is die op Alltime op winst staat. Namelijk 59%. LaClanche op Alltime staat op bijna 98% verlies. Fluence 41% verlies. Als je kijkt naar EV opladen, dan zie je dat Blink Charging 99% in verlies staat. Allegro 77%. Dus Alltime doet Alfen het nog steeds fantastisch tegenover al die verschillende bedrijven. Dat komt omdat Alfen een andere strategie heeft. Namelijk winstgevende groei en niet gigantische verliezen maken. Die een EVGO, een ChargePoint, een Allegro en Blink Charging doen. Gigantisch veel in marketing en sales investeren. Om maar omzet te kunnen blijven groeien. Dat werkt naar mijn mening. En je ziet het ook in de koersen. Werkt niet in deze industrie. Dus we gaan het moeten zien of Alfen strategie het blijft beter presteren dan al die andere bedrijven. Maar dat is tot nu toe altijd gelukt. Alfen is ook een stuk duurder als je naar de prijzen kijkt van de EV-oplaad industrie, laten we zeggen. EV-charging. Bij de concurrentie neemt natuurlijk flink toe. De marges staan onder druk. Alfen zal waarschijnlijk wat prijzen moeten gaan verlagen om te zorgen dat ze concurrerend blijven. Dat zal de marges gaan drukken over de loop van tijd heen. Dat betekent dus minder winst, heel simpel gezegd. Maar je moet je ook herinneren, Alfen is de enige die winst maakt. Hè? Dus zo erg is het niet als je tegenover al die conculega's vergelijkt. De rest van de industrie die maakt geen winst met het verkopen van die dingen. Dus ja, het zal marge kosten. Maar daartegenover staat de winstgevende groei van Alfen. Dus dit is wel iets serieus om in overweging te nemen om te bepalen of dit wel of niet een goede belegging zou kunnen zijn. Ik maak me persoonlijk geen zorgen over dit soort dingen. Ik denk dat Alfen hier prima uit gaat komen. Zeker als die markt straks weer wat gaat opleveren. We zien dit terug in de cijfers. Dus we zien bijvoorbeeld dat gross margins, oftewel de bruto marges, gedaald zijn naar 30,5% van 35%. En het heeft vooral te maken met het feit dat in de eerste helft van het jaar de revenue mix of de omzet mix is geshift van EV charging
EV charging is flink gedaald naar zo'n 80 miljoen, terwijl energy storage systems waarschijnlijk 80 miljoen gaat opleveren in de tweede helft van het kwartaal. Dus misschien zelfs de grootste business line zou kunnen worden als we kijken naar een jaar of twee jaar later. En als EV charging daar bovenop komt, dus als die markt weer wat gaat herstellen, dan heb je wel met een bedrijf te maken die dit jaar heeft gebruikt om ontzettend goed te kunnen diversifieren. Dus de hele omzetmix zal ontzettend goed gediversifieerd zijn. We zien dat personeelkosten toegenomen zijn, 36%. Veel concurrentie betekent ook dat er heel veel personeel zal zijn die elders een betere baan kan krijgen. En als je ze niet hogere salarissen biedt, dan zal dat lastig worden. Betekent ook veel personeel aannemen om te zorgen dat je die fabrieken goed draaiende kunt houden. Dus je ziet dat de personeelkosten toe zijn genomen. We zien dat operating cost met 25% is toegenomen naar 12,5 miljoen. We zien dat adjusted EBITDA amounted to 21.1% of 21.1 million. Oftewel 9,4% van de omzet, een decrease van 43%. En dat laat ook zien dat die personeelkosten en alle andere kosten die worden gemaakt ook de EBITDA naar beneden drukken. En de reden daarvoor is nogmaals die mix van omzet van EV charging richting energy storage, wat een veel lagere bruto marge heeft dan het hiervoor had. Pardon, ik word hier door een vlieg aangevallen. adjusted net profit decreased to 60%, decreased 60% to 10 million. Oftewel netto winst is naar 10 miljoen gegaan, maar nog steeds winst. En dat is gedaald met 60% van 50 miljoen in de eerste helft van vorig jaar. Capital expenditure, oftewel CapEx, is 9% van de omzet geweest dit jaar. Dat is een stuk hoger dan wat Alphen altijd heeft. Want Alphen die probeert dat richting de 5% te houden. Dat is die winstgevende groei waar we het continu over hebben. En dat komt vooral omdat ze bezig zijn, of in ieder geval een nieuwe gebouw hebben gekocht. Die 10 miljoen heeft gekost in Damsluisweg in Almere. Om de groei van hun energy storage business line te kunnen faciliteren. Die 170 miljoen aan backlogs die er staan, dat moet ook. Daar moet simpelweg een warenhuis, een toolinghuis, een productielijn en van alles nog wat worden gebouwd om te zorgen dat die dingen ook daadwerkelijk kunnen worden gebouwd en aan die orders kunnen worden voldaan. En de helft wordt dus dit jaar al gedaan. Dus die productiecapaciteit is al goed en dat wordt een stuk meer verbeterd door die extra uitgaven. Dus Alphen is goed bezig om aan de weg te timmeren. Er is niet specifiek aan de hand binnen het bedrijf zelf. De algehele industrie is vooral zit een beetje in de shit. En sterker nog, Alphen zal misschien wel hier sterker uit kunnen komen, omdat ze dus veel meer gediversifieerd zijn. Dus ik maak me persoonlijk geen grote zorgen over Alphen als investering. Maar dat betekent niet dat er geen risico's aan kleven, want het zou natuurlijk ook kunnen dat die industrie niet de komende jaren terechtkomt. Misschien dat het 2 of 3 jaar duurt voordat dat weer in goede banen wordt geleid. En een van de grootste risico's waar ik me wel zorgen over maak en waar elke belegger zich zorgen over zou moeten maken, is dat de hogere rente, die maakt kapitaal ophalen lastiger voor Alphen. Dit zien we terug in een aantal verschillende zaken. En het zou ook kunnen zorgen dat er verwatering komt voor aandeelhouders. Dus dat er meer aandelen moeten worden uitgekeerd om kapitaal op te halen. Dat beter is, zou je kunnen zeggen, voor het bedrijf dan voor de aandeelhouders. Want ze hoeven dan niet gigantische bedragen tegenover een hoge rente te gaan lenen. Maar simpelweg door hun aandeelhouders te verwateren geld kunnen ophalen. Dat betekent dus wel kort als mijn pijn misschien. Maar het zou wel betekenen dat Alphen dan een betere oorlogskas heeft om al die uitdagingen tegen te gaan. Working capital increased to 139 million, primarily related to increased stock levels and strategic down payments from 87 million. Dus er is een stuk meer geld uitgegeven om te zorgen dat hun stock levels, oftewel hun voorraadniveau, op peil blijft. Given the growth expected within our energy storage
Systems business line in conjunction with a solid backlog for the second half of 2023. Alfen is maintaining higher stock levels, further supported by strategic down payments on for batteries, inverters, and containers for both the battery elements as a product and mobile storage solution. Dus de uitgaven zijn een stuk groter geworden, maar dat is natuurlijk allemaal te verklaren omdat ze simpelweg voorraad aan het versterken zijn, een nieuw gebouw aan het bouwen zijn, of in ieder geval een nieuwe fabriek aan het bouwen zijn en ga zo maar door. Operating cash flow was negative 47 million. En dat komt dus omdat ze een hogere working capital hebben. Als laatste waar je denk ik als belegger zorgen over zou moeten maken, is altijd schulden bij een bedrijf. Je ziet dat net debt position on June 30th amounted to 78 million compared to a net cash position of 4.4 million. In December 31st, 2022. The shift from net cash to net debt is driven by the steep increase in working capital and an increase in bank loans for constructing our new warehouse and production facility and purchasing a new production facility for our energy storage systems. Dus al met al, schulden zijn toegenomen, de rente is hoog, kosten zijn daarmee een stuk hoger geworden, de omzet is wat lager geworden en het is onzeker wat Alfen komend jaar gaat doen. En dat heeft nogmaals niets met het bedrijf zelf te maken, vind ik. En dat heeft vooral dingen te maken met de algehele macro-economische omstandigheden en de algehele industrie van waar Alfen in zit. En daarom maak ik mij persoonlijk geen zorgen over Alfen. Ik denk dat Alfen de juiste strategie heeft, de juiste dingen aan het doen is. En ja, het is een lastig klimaat. En daarin manoeuvreert Alfen zich, wat mij betreft, nog steeds prima. En onderaan de streep, stel dat Alfen het niet voor elkaar krijgt om dit in goede banen te leiden. Ik heb wel recentelijk bijgekocht. Dat ga ik waarschijnlijk ook wel vaker doen als de koers nog wat verder zakt. Dan zou ik, ja, dan maak ik me persoonlijk geen zorgen voor de lange termijn. Ik moet echt iets heel specifieks compleet mis zien gaan in het management, in de bedrijfsvoering, in de beslissingen die het bedrijf neemt om te zeggen: jongens, ik trek mijn handen er vanaf. Bovendien is het ook strategisch goed gepositioneerd in mijn portefeuille, want stel dat het in het ergste geval naar nul zou gaan, dan heb ik het over ongeveer 5% van mijn portefeuille. Iets minder dan 5%, 4 punt zoveel procent. Wat het verlies zou kunnen zijn. Maar als Alfen het goed krijgt, als we zien dat die revenue mix zich zo door blijft gaan, als we zien dat de energy storage dit soort gigantische groei kan blijven faciliteren en straks de EV-oplaadbusiness het ook ons een stuk beter zal gaan doen. Ondertussen zullen concurrenten zichzelf het allemaal een stuk moeilijker maken, want die gaan echt gigantische bedragen zijn ze op dit moment aan het verliezen. Dan staat de deur voor Alfen wagenwijd open om misschien wel 10 of 15% te kunnen bijdragen aan mijn portefeuille qua winst. Dus die risicorendement is wat mij betreft relatief aantrekkelijk en ik ben bereid om het te doen. Maar dat zijn even mijn gedachten over Alfen, want iedereen vroeg ernaar omdat het bedrijf natuurlijk onder druk staat. Dus ik hoop dat je er wat aan had en er weer wat van geleerd hebt. Als dat zo is, laat even een like achter, laat het even weten in de comments. Stuur een berichtje via support@debelegger.nl. Ik vind het altijd hartstikke fijn om jullie feedback te krijgen. Dank voor het kijken en ik zie jullie snel.